Hallo, ik ben Johan Verstoep. Hallo allemaal, ik ben Bob. Ik ben Roel. Geniet van dit filmpje. De wereld verandert en daarin speelt water een steeds grotere rol. De stijgende zeespiegel noodzaakt ons om constant onze dijken te verhogen en de kust te versterken. We zetten ons in om met onze gronden en gebouwen samen de energie- en klimaatdoelstellingen te halen. Bijvoorbeeld via aquatenie, een kansrijke techniek om woningen te verwarmen zonder afhankelijk te zijn van ons Gronings gas. Ik ben hier op de rioolwaterzuivering Zaandam-Oost. En hier wordt afvalwater gezuiverd van de regio. Alles wat door het toilet en de douche gespoeld wordt, maken we hier zo schoon dat het weer op de sloot geloosd kan worden. Nou, als je hier kijkt achter me, zijn twee silo's gebouwd. En die zijn voor het slip van de andere RWZI's te ontvangen. En vanuit daar wordt het gepompt naar de gistingtanks, om dan meer in het gistingproces, om dan meer gas en energie vanuit vandaan te halen. En ik kan je nog een nieuwtje vertellen. We gaan dit jaar zonnepanelen achter op de trein plaatsen. HNK werkt aan gezond schoon water. We willen inwoners ook meer betrekken op het thema waterkwaliteit. Daarom zijn we dit jaar ook partner geworden in het Watermonstersproject. Valerie, tel even. Waar? Streepjes tellen hier. 1, 2, 3. Meiden, was het leuk? Ja! Veel geleerd? Ja! Veel gevangen ook? Ja! Mooi! Wat is er nou leuk aan afvalrapen dan in je buurt? We merken gewoon dat het ontzettend nodig is, toch nog, om dat te doen. Ik ben zwerfafvalonderzoek aan het doen. Okay. Ik raap zwerfafval en tegelijkertijd maak ik overal een foto van, voeg data toe. Mm-hmm. En daarmee laat ik zien hoeveel er is, waar het ligt, wat het allemaal is. En dat gebruik ik activistisch. Ik zag ook rapporten en daar stond niet alles in wat ik zag. Dus ik ben gewoon zelf gaan vastleggen eigenlijk, een manier gezocht. Om te laten zien wat er allemaal ligt. Je ziet hier bijvoorbeeld een berm. Nu lijkt het heel schoon, maar het kan best zijn dat er nog van alles tussen ligt. Ja, wat hier bijzonder is, is dat we staan hier tussen woningen. Meer dan 100. En die worden verwarmd op aquatenie. En ze zijn nu metertjes, temperatuurmetertjes in het water aan het stoppen. Dus dit is een soort verificatie van theoretische modellen. Hoe verspreidt die kou zich in het water? En in deze vlog wil ik het met jullie gaan hebben over bagger. En jaarlijks, hoeveel kub bagger wordt er nou aangeleverd na al die 20 depots gemiddeld? Gemiddeld 100.000 kub per jaar. Nou, hier ligt het eindproduct. Dit is de schone grond. In schoon en gezond water voelen vissen zich thuis. Hoe verbeteren we de waterkwaliteit voor ons dagelijks werk? Ook in diverse projecten. De dijk moet versterkt worden, zodat de polder en het hele land erachter beschermd is tegen het hoge water. Hey, en wat wordt er nog meer gedaan, Daan? Ja, we zijn nu bij de oostkant zijn we bezig met de dijkveiligheid dus. Dat is zeg maar fase 1. Later dit jaar gaan we dan nog naar de westkant de dijkveiligheid doen. En we gaan straks hier ook het fietspad opbreken. Dus al het asfalt en het puin eronder gaat er allemaal uit. Dat voeren we allemaal af via het water. Voor zo min mogelijk overlast. Ja. Dan heb je hieronder in het cunet komt ook allemaal nog grondvrij. Dat willen we eigenlijk allemaal hergebruiken, zodat we op een duurzame en circulaire manier werken. Wat zijn jullie hier wel aan het doen? Ja, we zijn hier de hele dijk langs de Nauwen naar zijn vaart, vanaf Stieren tot en met Nauwen aan het versterken. We hebben bij de vorige inspectie ontdekt dat in deze sluis steenhouwerskeurmerken aanwezig zijn. Dat is een merkteken die aanduidt uit welk jaar, welke tijd die steen komt. Het was denk ik 1,5 jaar geleden dat we hier stonden, Rutger Polderman, die jullie zo zullen spreken, en ik. En dat de sluis droog stond en dat we naar beneden liepen. Rutger is bouwhistoricus, dus die had onmiddellijk in de gaten van hey, er zitten op die mooie blokken zandsteen onder de waterlijn zitten allemaal bijzondere merken. En het zijn een soort signaturen van de steenhouwer. En nou, dat is een bijzondere vondst, want daarmee is dit een van de oudste sluizen in Nederland eigenlijk zelfs. Ik ben bij het gemaal Oosterpolder aangekomen. En de renovatie is al eerder dit jaar begonnen, namelijk met het verwijderen van de dieselmotor.
En wat zijn ze nu achter ons aan het doen? Gisteren de pomp gebracht. Die hebben ze in laten zakken en ze zijn op dit moment aan het afmonteren. En over 2 weken komt de motor om de pomp aan te drijven. En dan hopen we dat het gemaal eind november in bedrijf is. Voldoende water. Dat klinkt als heel normaal. Maar dat is het niet. Afgelopen periode heeft ons geleerd dat te veel en tekort soms heel dicht bij elkaar zitten. En soms ook heel veel overlast veroorzaken. Om een gemaal te bouwen hier op of onder de N247 hadden we een paar weekendafsluitingen nodig van die N247. Zodat we die weg zo min mogelijk af mogen sluiten. Vandaar dat er in augustus 2 weekendafsluitingen zijn geweest. Waarin we in het eerste weekend de damwanden erin hebben getrild en betonpalen hebben geheid. Het is zelfs 's nachts gebeurd. Bij droogte kunnen we via dit gemaal ook inlaten. Dat gebeurt door middels van een schutsysteem. En in het schutsysteem zit ook een vispassage in verwerkt. Zodat we dus vissen die willen paaien of willen migreren naar de andere kant kunnen brengen. Zowel van de IJsselmeerkant naar de Purmeree-kant. Hey Rick, waarom is het nou belangrijk dat we zoiets aanleggen voor de vissen? Nou, wij hebben het hier in Noord-Holland, maar ook in andere delen van Nederland, om hier goed te kunnen wonen, hebben we het zodanig ingericht dat vissen heel erg lastig van het ene gebied naar het andere gebied kunnen. Ja. We zijn hier op het strand bij Schorl en daar liggen de duinen. Dat is niet alleen een prachtig natuurgebied, maar ze beschermen ons ook tegen overstromingen. We noemen het dus ook wel een waterkering. En we gaan nu even kijken of ze er goed bij liggen. Hij heeft positiebepaling, lengte, breedte, hoogte, dus jij weet precies hoe hoog een duin is. Prachtig, dat is net wat we nodig hebben. Dat scheelt mij een hoop loopwerk. Ja, geloof ik. Ook bij handhaving zijn we begonnen met het toepassen van drone-techniek. De drone-techniek heeft voordelen, zodat we in korte tijd efficiënt grote delen van ons gebied en percelen in kaart kunnen brengen. Ander voordeel is, we hoeven niet per se een perceel meer te betreden. Nou, ik zit hier bij Greet. Greet, gefeliciteerd. 25 jaar brugwachter bij HNK. Hoe voelt dat? Ik ben toch erg verbaasd dat het echt zo ver is. Vol verwondering. En ik vind het ook heel leuk dat ik het heb gehaald. En jullie bedankt voor het kijken. Doeg. Tot ziens. Doei. Tot ziens.